vanuit Volkswaard, Aalst, het grote landleger, het Britse landleger, en masse de stad binnenkomt rijden. En dan aansluiting krijgt met die paar honderd Amerikaanse pacifisten die op dat moment in de stad zijn. Want wij vergeten altijd dat Eindhoven toen een stad van 120.000 inwoners was, maar dat die Amerikanen die hier de stad binnenkwamen lopen, hè, want ze hadden nog geen jeeps, want die moesten nog over het kanaal komen bij zonde, dat konden ze nog niet, dus kwamen allemaal de stad binnenlopen. Dat waren er maar op zijn hoogst 1500, 1600. Dus dat is eigenlijk maar een heel klein groepje wat hier die stad bevrijd had. En pas op het moment dat dat grote landleger, hè, met 20.000 voertuigen en 60.000 soldaten zijn grote doortocht door Eindhoven begint, dan kan je zeggen van nou, nu is de stad in vrijheid, nu is die in geallieerde handen, nu zal er niks meer gebeuren. Dat zou je als moment van de bevrijding kunnen zien. Ook dat bleek overigens maar betrekkelijk te zijn, want de dag erop met dat Duitse bombardement en die Duitse troepen die ineens vanuit Nuenen weer richting Eindhoven kwamen, toen in Eindhoven iedereen weer schrok van ze komen terug, de Duitsers, zijn we wel echt vrij? Nou, dat bleek loze alarm te zijn, maar toch. Dus het is niet zo simpel om te zeggen de bevrijding vond daar op dat tijdstip plaats. En nou ja, de Rani die maakte er echt een potje van, want die had de gebeurtenis en de tijd had het fout. En als hem gevraagd is, wat vindt u daarvan dat hij gecorrigeerd wordt, dan zegt hij van ja, wat maakt die 10 minuten nou uit, 11:45 of 10:55? Dat weten we na 65 jaar toch niet meer precies. Ja, ook dat was niet handig, want in de Amerikaanse rapporten is gewoon op de minuut opgeschreven wanneer die gebeurtenis plaatsvindt. Dus het is gewoon bekend. Dus ik, nou ja, mij is door het Eindhoven Dagblad gevraagd van wat vind je ervan, wil je erop reageren, dus dat heb ik gedaan. Maar eigenlijk is het natuurlijk een non-discussie. Eigenlijk is het gewoon 18 september, dat is de dag van de bevrijding en het precieze tijdstip is minder relevant. Dus dat wou ik maar even gezegd hebben. Over de foto's wou ik ook tot slot nog iets anders zeggen. Ik werk nu al meer dan 30 jaar als historicus over de Tweede Wereldoorlog. En ik ben hoofdredacteur van een tijdschrift die over allerlei onderwerpen onderzoek doet en daarover publiceert en daar ook foto's bij plaatst. En ik heb in de loop der jaren ontdekt, en dat is eigenlijk met Eindhoven begonnen, dat als je over een bepaalde gebeurtenis, een kleine gebeurtenis, een belangrijke gebeurtenis, geen foto's hebt, dat wil dat niet zeggen dat die foto's er niet zijn, dat wil alleen maar zeggen dat je ze nog niet hebt gevonden. Dat is echt zo. Dat ik heb in deze tentoonstelling hangt een foto waar ik eigenlijk jarenlang naar op zoek ben geweest en ik zie hem nu hier pas voor het eerst. En de bevrijding van Eindhoven, toen ik dat onderzoek deed, jaren geleden ben ik alleen begonnen als klein ventje, is me altijd al opgevallen dat als je me lang genoeg zoekt, vind je van alles een foto. En voor Eindhoven geldt dan nog heel bijzonder dat van de meeste plaatsen waar oorlogsfoto's van bestaan, die bevrijd zijn, dan zijn de meeste foto's zijn gemaakt door officiële fotografen. Vaak die met de Engelsen of met de Amerikanen of zelfs met de Duitsers, die hadden allemaal hun eigen legerfotografen en de foto's die er meestal zijn, zijn de foto's die door die officiële fotografen gemaakt zijn. En wat wil nou in Eindhoven het geval? Dat bijna alle belangrijke gebeurtenissen, de details van de bevrijding, zijn bijna allemaal gefotografeerd door burgers. Door mensen die hier gewoon in Eindhoven waren, die toevallig nog een cameraatje hadden, een klikklakje of wat voor iets dan ook. En of je nou, ik kan een aantal voorbeelden opnoemen. De eerste Amerikaan die in Moensel binnenkomt lopen, zeg maar, de eerste groep, is door een Nederlander, door een Eindhovenaar gefotografeerd. Het grote gevecht rond de kanonnen, de twee Duitse kanonnen bij de Kloosterdreef, dat gevecht is door Nederlandse fotograaf, sterker nog, een fotograaf staat daar. Ik hoor net van, u heeft die foto's gemaakt, toch? Oh, sorry.